Ja, we staan hier bij Danny Noppert. De vorige keer dat je in Nederland speelde, haalde je de halve finale. Ben je altijd goed hier in Nederland? Voelt dat ook anders dan ergens anders starten? Voel je jezelf ook beter? Nou ja, ik vind het altijd fijn om gewoon lekker op eigen nest te liggen. En dan gewoon weer voorbereiden voor de volgende dag. En gewoon, ja, net als vanavond, ik rij lekker naar huis toe. En lekker op mijn eigen nest, eigen ontbijtje en gewoon rustig. Ja, het is wat anders dan in een hotelkamer. Ja, ik vind het voor mijn gevoel vind ik het beter. En ja, natuurlijk voor het eigen publiek is ook al super vet. Ja. En dan die 170 gooien, dat was toch wel heerlijk, of niet? Ja, die kwam eigenlijk voor mijn gevoel ook uit het niets. Maar het is echt wel keihard werken wat ik op het moment doe. En ja, het is wel heel fijn dat die 170 dan ingaat. Ja. Eén puntje, moeten we het wel even over hebben. Je haalde dus die halve finale. Ja, normaal wordt iedere darter uitgenodigd door de PDC. Jij moest het kwalificatietoernooi gooien. Wat vond je daar zelf van? Ja, ja, weet je, het is ook alweer World Series, dus het is wel heel breed. Dus ja, die mensen die aan de World Series hebben meegedaan, ja, die hebben zich gekwalificeerd op hun eigen manier. Maar ja, weet je, het is, ja, ik heb het op mijn manier gedaan. Ik heb het gekwalificeerd, ik heb het kwalificatietoernooi gegooid. Dus ja, heb ik het op die manier gedaan. Dus ja, wel blij dat ik hier sta. En ja, ik heb het tegendeel bewezen, laat ik het zo zeggen. Ja. De afgelopen twee Eurotours verloor je allebei de eerste ronde die je speelde. Voelde het vandaag ook beter, het spel dat je speelde? Meer zelfvertrouwen? Ja, weet je, Boedapest. 2 dagen daarvoor kwam ik terug van vakantie. En dan heb je 1 dag om je voor te bereiden. Weet je, ik wil zeggen van. Nou, vakantie is belangrijk, weet je wel. Ook tijd met je familie. Leuk even weg. Maar ja, dat is ook belangrijk. En dan, ja, dan ga je 2 Eurotours, ga je op je bek. Maar dan, ja, dan. Ja, dan werk je er hard voor om weer terug te komen. En ja, nu heb ik weer een wedstrijd gewonnen. En dan gaan we gewoon door. Ja, morgen tegen Johnny Clayton, succes en ja, slaap lekker in Friesland zo. Ja, zo is het. Zo is het. Yes.